They are great. Some of the other ones I don't know about, but those boys are f***ing great. Deze week ging het niet zo goed bij So You Think You Can Dance voor Lorenzo. Lorenzo, fuck, ik viel op je knie, ik zag het gebeuren. En daarom is hij nu bij ons te gast, RJ en Ray van Kickstarter Vondel. Eerst voel je gewoon aan de reacties en het applaus en de opmerkingen uit het publiek dat echt gewoon een soort stilte en een spanning van iedereen. Eerst zijn ze aan het genieten en plotseling gebeurt er iets waarvan niemand begrijpt wat er aan de hand is. Mijn knie doet waanzinnig pijn, wetend dat als ik hem niet snel terugtrek in de kom, dat ik nog verder van huis ben. Dus die heb ik zo snel mogelijk schreeuwend terug in de kom getrokken. Gewoon... Dan schiet ineens het besef te binnen dat je gewoon weer terug bij af bent. Terug bij het begin. Weten dat je weer moet gaan herstellen, versterken. Ja, tof, maar ja, dan nu echt de reden waarom je bent, want... We zetten het even iets groter neer dan dat het is. Maar we willen je toch... Okay. Dat wordt een nieuw item, de opkikser geven. Een opkikser, hè? Een opkikser. En dat is gewoon een pakketje. Nou, wat zit erin? Een schitterende oorkonde dat je officieel bent opgekikst. God. Daar zitten sinaasappels in. De fantastische DVD van Dirty Dancing. Dat was hem. We begrijpen ook donders goed dat het voor jou de komende dagen nog heel erg spannend zal zijn. Mag je wel, mag je niet meedoen. Ja. Dus in deze tijd even een hart onder de riem. Wat zijn je eerste woorden? Nou, hartstikke bedankt. Dit is inderdaad wel een opkikser, hè? Ja, echt een opkikser. En het straalt helemaal. Super. Leuke DVD erbij. Heel veel Naast succes. Alle heerlijke en motiverende reacties ben ik hier erg blij mee. Bedankt. Ik heb veel... Ik heb zelfs breakdancers gezien in rolstoelen en op krukken. En als dat het moet zijn, dan is dat het. Want ik stop niet. Echt, en daar denk ik niet eens over na. Het gaat mis, maar tot nu toe heb ik me al aan zulke erge blessures ben ik bovenop gekomen. En dat blijft zo, wat er ook gebeurt.